programma wordt mede mogelijk gemaakt door Energiewacht. Feyenoord speelt dit weekend tegen VVV en krijgen we nu de vierde linksback van dit seizoen, Jan-Dirk? Ja, ik denk het niet. Nelom is weliswaar geblesseerd, maar ik denk dat Congolo centraal achterin gaat spelen en Martins Indy links achterin speelt. Dit is FC Rijnmond. Goedenavond en welkom bij FC Rijnmond. Fijn dat u er weer bent in deze uitzending met Jan-Dirk Stouten, als altijd aan deze desk. Ik zag hem net al even en naast hem is aangeschoven John de Wolf, die vandaag een beetje opstandig is. Daar kunt u over meetwitteren via hashtag FC Rijnmond. Ik denk, we blijven in stijl. Je hebt ook je horloge om, toch? Aangezien John er zit, dan doen we een beetje een groot horloge om. Nee, dan... ik zou lekker mijn kruim... Ik doe me alleen even om, dat je in ieder geval ziet dat ik ook een groot horloge heb. Dus het beste wat ik uit de kast kon halen. Okay. Maar het haalt het niet bij het ding van jou. Deze week gekeken naar Real Madrid tegen Barcelona, vroeg ik me af. Ja. Je hebt jezelf nog een beetje herkend in Peppe? Hoe bedoel je? Nou, ik zag een paar acties van Pepe. Ik denk, nou... Ja, nee, dat is schandalig. Ja, dat kan eigenlijk niet op een voetbalveld, hè, dat soort acties. Nee, dat zeker niet bij zo spelen. Hè, waar iedereen van geniet. En dan die moet je lekker proberen voetballend uit te schakelen. Maar je moet niet dit soort tafereel uithalen. Nee, en toen heb ik jouw biografie er nog eens bijgepakt van een jaar of 20 geleden. En daarin vertelde jij dat je dat ook bijna nooit deed. Behalve Prins Polly heb je ooit uit de wedstrijd geschopt tegen Twente. Ja, maar er zat een heel verhaal aan. Maar die, was het verhaal? Nou, tijdens de wedstrijd spuugde die in mijn gezicht. En dat doe je ook niet, hè? Je staat niet op iemands hand en je spuugt niet in iemands gezicht. Nee, precies. Er moet altijd een bal bij. Toch? Wat een onthulling. Nee, vind ik wel. En toen heb je hem het veld uitgeschopt, geloof ik. Ja, kwam niet meer terug. Bewust. Dat is de enige speler die ik bewust de wedstrijd uitgeschopt heb. En tegen alle andere profs kunnen we zeggen, het was per ongeluk, toch? Ik heb niet zoveel spelers geblesseerd, hoor. Op Polina. Oké, heel helder. Jan-Dirk, was deze week ook goed nieuws uit de Kuip te melden. Koeman, hè? Koeman heeft voor een jaar bijgetekend. Zat er aan te komen. Ze kwamen niet helemaal uit financieel in het trainingskamp in Spanje. Maar van de week de laatste plooien gladgestreken. Hij blijft er een jaar bij. Wil graag dat zijn assistenten blijven. Gaat om Van Gastel, Van Bronckhorst, maar met name ook om Patrick Lodewijks. En die eis, daarover gaat Feyenoord praten in de komende weken. Maar er was een beetje druk van nodig, hè, van Koeman, om te zeggen voor het einde van de week duidelijkheid. Nou, een beetje druk. Het hoort bij het spel van de onderhandelingen. Het ging nog om geld. Koeman heeft al eerder gezegd, als ik echt voor het grote geld kies, zou ik niet in de Kuip werkzaam blijven. Maar goed, het ging om wat laatste details en goed dat beide partijen tot overeenstemming zijn gekomen. Mocht toch ook duidelijkheid voor hem? Dat vind ik wel. Hij heeft iets toch... om te eisen, Koeman? Nou, hij is voor trainersbegrippen tegen een relatief laag basissalaris begonnen. Er is een nieuwe swing, super, een positieve vibe in de Kuip ontstaan. En logisch dat hij blijft komend seizoen. En gauw duidelijkheid. Dus iedereen... Precies, is iedereen bij gebaat. Precies. Bij elke club handig, ook bij amateurclubs vaak in de regio. Ik ga nu heel duidelijk zijn en zeggen dat we zometeen met John verder gaan praten. Want John heeft ook nog groot nieuws, tenminste. We hebben nieuws over John. Eerst gaan we maar eens terugblikken op de week die achter ons ligt. Het nieuws dat FC Dordrecht trainer Theo Bos een tumor in zijn alvleesklier heeft, is overal ingeslagen als een bom. Het tekent de vechtlust van Bos dat hij afgelopen vrijdag toch aanwezig was als toeschouwer bij de wedstrijd tegen Telstar. Een duel dat nauwelijks om voetbal draaide en vooral ging om de emotionele steunbetuiging die heel de club aan zijn trainer gaf. Dordt won ook nog met 2-0 dankzij twee doelpunten van Cecilio Lopez. Dit is verschrikkelijk voor de familie natuurlijk, hè? Want dat is natuurlijk het dichtstbij. En, ja, maar je gaat er wel nadenken, want het kan iedereen overkomen. En, gelukkig kan je het ook weer verzetten met je wedstrijden, dat je van je af kan spelen. En, dat hebben we gedaan. Ook Sparta hervatte de competitie met een 2-0 overwinning. En dat was knap, want tegenstander FC Zwolle bleek tot nog toe nauwelijks te verslaan. Diego Bizeswar verruilde Feyenoord in de winterstop voor het Turkse Kayserispor. Hij spreekt nog geen Turks, maar afgelopen week vertelde hij ons dat hij al wel een diepe band heeft met zijn nieuwe teamgenoten. We hebben ook twee Nederlanders die ook nu mee zijn. Die zijn jonge jongens dan en die leren me ook wel een beetje Turks en ik kan ook met hun praten. Wie zijn dat dan? Die komt uit Van Portsmouth. Ach, Van Portsmouth? Ja, zegt u het maar. Zie, ik ben nog niet eens zo goed met namen. Wie waarschijnlijk wel goed is met namen, dat is Ruben Schaken. De Magnus Carlsen van het voetbal is immers goed in nagenoeg alles. Voetballen, studeren, noem het maar op. Logisch, want Schaken is een stuk volwassener dan zijn ploeggenoten.
Ik ben niet van de PlayStation-generatie meer. Ik ben toch wat ouder dan de andere gasten. Gelukkig probeert Schaken zijn medespelers wel een beetje op te voeden. Met allerhande volwassen activiteiten. Het trainingskamp in Spanje was een prima gelegenheid voor de Feyenoorders om de vriendschapsbanden weer eens aan te halen. Vooral de relatie van Gerson Cabral met zijn trainer bleek na het 3-3 gelijkspel tegen FC Basel weer optimaal. De trainer vond blijkbaar dat ik niet goed speelde, dus heeft hij mij eruit gehaald. Ik vond dat hij te weinig deed. Ik denk dat ik in balbezit gewoon goede dingen heb laten zien, acties heb gemaakt en gewoon gevaarlijk proberen te zijn. Dan denk ik dat we een aardig verschil van mening hebben over deze wedstrijd. De trainer dacht er blijkbaar anders over. Hij heeft niet gescoord, hij heeft geen assist gegeven. Ja, dan volgens mij kan je, als je dat dan hebt, dan speel je volgens mij niet goed. Nee, ja, ik bedoel de trainer zijn mening en ik moet dat maar voor lief nemen. Ja, laten we hier maar eens even over doorpraten. Ik zie John er weer bedenkelijk kijken. Maar deze jongen beslist wedstrijden voor Feyenoord. En dan, ja, dan krijgt hij dit van zijn trainer te horen. Ja, maar volgens mij is de trainer niet zomaar een trainer. Toch, Koeman? Trainer is er ook jarenlang op niveau gewonnen. Gespeeld. Ja. Een fantastische speler geweest. Fantastische mentaliteit geweest. Ja, als je dan een stukje kritiek krijgt van je trainer. Nou ja, dan, ook al zou je het er niet mee eens zijn. Zou ik sowieso niet naar buiten brengen. En ik zou het binnen kamers houden met de trainer. Maar ik zou er wel keihard aan gaan werken. Ja, maar de andere kant is buiten kijf dat Cabral een goede speler is. Absoluut. Een groot talent is. Absoluut. De wedstrijd kan beslissen. Zijn invalbeurt voor de winterstop uit bij Utrecht was hij beslissend. Maar hij leidt ook heel vaak balverlies. Je ziet ook in 8 van de 10 gevallen medespelers die vrijstaan. Ziet hij niet vrijstaan? Ziet hij over het hoofd? Is hij zelfzuchtig? Maar is dat niet de buitenspeler? De buitenspeler zoals de, ja, maar de, dat is een makkelijk excuus. Romario zag ook iedereen over het maar hoofd. Maar als je ja, dat, nu ga ik maar echt maar serieus aanzetten. Als je als mens in welke functie waar ter wereld ook niet open staat voor kritiek, precies, word je gewoon nooit beter. Dus de keuze is aan Cabral. Wil hij echt constant goed worden? Of blijft het een linksbuiten die af en toe goed is, maar ook heel vaak gepasseerd wordt? Maar daar ga ik het er wel tegen inbrengen. Want er zijn ook genoeg mensen die zo bezig zijn met het elftal, met het team, dat ze eigenlijk hun eigen creativiteit vergeten. En dat... Nee, creativiteit moet je er ook in houden. Dat is juist zijn kracht. Absoluut. Maar ik bedoel, maar het moet ook rendement opleveren. En ik heb een x aantal wedstrijden gezien. En als je dan 4-5 acties achter elkaar maakt en 4-5 keer verlies je de bal, dan zou ik denken, de eerstvolgende bal, die ga ik simpel houden. Maar het effect is toch van als hij dreigend is aan die rechterkant, dat Feyenoord meer vooruit voetbalt en dat Feyenoord meer op de helft van de tegenstander voetbalt en dat de tegenstander achteruit loopt. Dat is toch het effect daarvan? Absoluut, maar als de acties dus niet lukken, dan moet je toch iets anders gaan bedenken. Lijkt mij. Moet je simpeler gaan voetballen. Als je niet de 9 kunt halen, moet je voor de 6 of de 7 gaan. Zo simpel is het. En natuurlijk, Cabral is goed. Je moet hem vooral laten renderen en zijn talent maximaal exploiteren. Maar er hoort er ook bij dat je zo bespeelt als de situatie daarom gaat. En Koeman, als er iemand is die daar een mening over mag hebben, is dat de baas van die spelersgroep. Zou het nou zo kunnen zijn dat Koeman dit ook een beetje doet om die boel op scherp te krijgen? Want VVV wacht. Maar ja, ik hoor Kwidetti al over Ajax praten deze week. Ja, kijk, Koeman heeft het gezegd, zag ook in het nieuws net met collega Ruud van Os. Feyenoord heeft een hele slechte staat van dienst bij VVV. Begin jaren 90 voor het laatst gewonnen. 8 keer verloren, ja. Nee, ik moest even hoesten. Ja, je schrikt ervan. Was jij de laatste keer gewonnen? De laatste 18 duels, 2 keer gewonnen, 8 keer verloren, 8 keer gelijk. Dus zeg natuurlijk, genoeg. Ajax leeft, maar Ajax is nog leuker als je van VVV wint. Je kan het weekend al over Ajax heen, hè? En dan kunnen we zeggen, ja, je moet niet te veel met Ajax bezig zijn. Maar wat is het nou mooie om bij VVV te winnen? Laten we ervan uitgaan dat Ajax niet wint bij AZ. En volgende week in de Kuip nog een grotere afstand. Hoe kijk jij aan tegen Mokotjo? Want dat is wel spannend. Ja. Feyenoord gaat El Amadi een aantal weken missen. Mokotjo, Van Hanegem zegt over hem in potentie de beste misschien voetballer. Wel een van de beste middenvelders van Europa. Dat lijkt me een beetje overdreven. Maar hoe kijk jij naar hem als kenner? Als trainer van een binnenkort regionale amateurvoetbalclub? Nou, dat was dus het nieuws bij deze gelijk. Hè? Nee, oké. Okay, maar ja, je weet dat hij kwaliteit heeft. Alleen, ja, ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb hem nog niet zoveel zien spelen achter elkaar. En El Amadi ga je absoluut missen, want dat vind ik echt een fantastische speler. Maar dat vond ik ook vorig jaar en het jaar daarvoor, op het moment dat Feyenoord niet presteerde. Toen het er niet uitkwam. Bij hem of bij het elftal? Nou, ik heb hem echt wedstrijden zien spelen. Maar het was wel altijd een jongen die ook voorop in de strijd ging. Hè. Het mooiste voorbeeld heb ik een aantal weken geleden hier genoemd. PSV uit de grote nederlaag, gepasseerd door Mario. Die week erop naar AZ uit, in de basis.
Ja, en wat hij daar liet zien, ik was bij die wedstrijd aanwezig. Ja, dat vond ik gewoon grote klasse. Mm-hmm. Voorop in de strijd. Maar dat is El Amadi. Maar nu vraagt wel Dirk Mokoccio. En ja, daar kan ik nog niet zoveel over zeggen. Maar het is wel frappant dat trainers, dat en Been en nu ook Koeman, niet het volledige vertrouwen in Mokoccio hebben. Nou, je kan wel vertrouwen hebben, maar als een El Amadi voor jou staat... Ja, maar hij geeft Klaasje wel. Koeman zei vandaag dat hij in wedstrijden, de keren dat Mokoccio wel kon spelen, ook bij Jong Feyenoord nog niet heeft gezien wat Mokoccio wel in zich heeft. Blijkbaar is hij op trainingen, laat hij meer zien dan in wedstrijden. Ja. Maar dan moet je hem laten spelen. Dus in de komende weken, dat is het voordeel bij het nadeel van de afwezigheid van El Amadi, kunnen we wel een reëel oordeel gaan vellen over deze jongen. Maar we hebben het over VVV, dat in de winterstop zich heeft versterkt. Niet alleen met trainer Ton Lokhoff, maar daar is Leiva Kabessi, Vostermans bijgekomen, is nu Berghuis bijgekomen, ja, van Twente, rechtsbuiten. Moet Feyenoord zich nou zorgen gaan maken? Want die stabiliteit bij Feyenoord was ook wel het afgelopen eerste competitiehelft ver te zoeken als het ging om de kleine wedstrijden. Nou ja, Feyenoord moet zich geen zorgen maken. Feyenoord moet wel, en wat je zegt, misschien is Koeman daar absoluut mee bezig. Je moet daar wel heen gaan met het gif in je leien. En die lijn willen doortrekken om bovenin mee te blijven presteren. Je zal dan niet zo zeepend, zoals we in het begin van het seizoen gehad hebben tegen een NEC en tegen een ADO, dat je dan weer uit het veld geslagen wordt. Dit is een mooie, en ik bedoel het niet goed, een opwarmetje voor volgende week. Maar zeg dat nou niet, want als die spelers... Nee, maar ik bedoel het ook goed. Als je hier wint, dan kunnen de volgende weken hele leuke dingen gaan gebeuren in de Kuip. Ja? Ja. Je hebt echt vol vertrouwen zit je, hè? Ik merk het aan je, want vorig jaar was je wat kritischer, maar nu is het echt vol vertrouwen zit je er. Ja, de realiteit laat het toch nou, je zien. Hebt het over wisselvalligheid, hè? Maar het rijtje voor de winterstop met Vitesse, RKC, PSV, ja. Utrecht en Twente was goed. Ja. Onnodig puntenverlies bij Utrecht, maar dat was goed. De vraag is alleen of je een aantal weken, maanden later, nadat je alleen hebt geoefend tegen Basel, heel behoorlijk resultaat, of je die vorm weer kan herpakken. Maar die stabiliteit was er wel in de laatste maand voor de winterstop. Ja, die stabiliteit kwam mede door de spits die ineens ging scoren. John Guidetti, de man die overkwam van City en bij Feyenoord ineens heel belangrijk is geworden. Een publiekslieveling, een cultheld en een man bovendien die meer twittert dan collega Jan-Dirk Stouten. Maakt hij zijn eerste voor Feyenoord. En ook nu is het raak. Guidetti, dat is een kans. Dat is een levert ook een doelpunt om. Jawel, daar is 11 doelpunten in 12 competitiewedstrijden. John Guidetti maakte zijn Twitternaam, Super Guidetti, in de eerste seizoen zelf meer dan waar. De Zweed is erg actief op Twitter. Aan de hand van 5 tweets van hem kijken we vooruit en terug. I don't see it as a football club, I see it as a family. You know, everybody takes care of each other. And the players are as involved as the fans, and we all mix together. And it's not like it's not the players are there and the fans are there or the trainers. You know, it's like we're all together. We're one. We work as one. We're a unit. I lived there for 5 years when I was younger, so this is the first time I returned for about 6 years. And you know, many people I try to tell them how blessed we are and how really good we are, that we sleep in a comfy bed, we have food on the table every day. These small things that we take for granted. When you go there, that's what I wanted to show my girl and my sister's boyfriend also, because they don't, I can tell people, but they don't realize. They have to see it with their own eyes to actually realize that people work 10 hours a day and get €2.50, you know, for 10 hours of work, and then they have to go train football after that because they're football players, you know, so it's really amazing. Guidetti, opeens ruimte, daar is het schot van Guidetti, en het is 1-1. Zoeken naar ruimte om te gaan schieten. Guidetti. Oh, die zit erin. Geweldige goal. Bakal. Strakke voorzet en een doelpunt. Daar is hij. Guidetti. Alweer hij. Guidetti zelf in de korte hoek. Het is 2-0 voor Feyenoord. Weer Guidetti. Guidetti heeft wel de kans. Guidetti maakt hem. Het is de hat-trick van Guidetti. Zijn vele treffers zorgen ervoor dat veel Feyenoord supporters bang zijn voor een vertrek van Guidetti. Begin januari stuurde hij deze tweet de wereld in. That was we weren't sure what was going to happen with City, you know, but then City and them agreed, so it looks like I was going to stay at Feyenoord, and that's why I tweeted that. But, you know, once again, the transfer window is not up until the 31st, and I'm not going to sit there and say, like, if I get the dream, the option of my dream, you know, that something comes in, which it probably wouldn't. I don't want to scare anyone, but then I would be a fool if I turn it down, you know what I mean? I was here for the away game when the training before, and
the people waiting for us by the bus, by the hotel when we came back after the game. And you just see the passion in people, and it's amazing, really. It's a fantastic game of football, and if I can take part of it, it'll be amazing for my career and my goals, yeah. Volgende week dus Ajax, maar eerst moet VVV worden verslagen. En ook daar wordt een tweet aan gewijd. Big game against VVV. I want all the players and all the staff to be focused on this game and not just on next week. Hebben we deze al geretweet? Nee, nog niet. Gaan we naar de uitzending toe. Ja. Wat vind je van deze spits? Ja, geweldenaar op dit moment. Zeker in het veld, maar ook daarbuiten als je de verhalen mag lezen. En heel doeltreffend en heel slim. En we hebben het net even over. Ze voetbalgochme. Hij loopt geen meter te veel. En absolute aanwinst voor Feyenoord. En koppelt al deze talenten aan een heel fantastische, goede wedstrijdmentaliteit. Ja. Die jongen werkt veel harder dan mensen vaak zien. Want op tv zie je beelden van waar de bal is. Maar in een stadion heb je vaak veel beter overzicht. Zie je hem elke week dat hij echt heel hard werkt. En ook in dat opzicht, hij is altijd aanspeelbaar. Erg belangrijk is voor zijn ploeggenoten. Maar ik vraag me af waar zijn top ligt. Want hij is gecontracteerd door Manchester City. Nou, daar hebben ze echt wereld spitsen. Dit is nou een type die mij voordoet komen als Kuit. Weet je? Harde werker, wel techniek, maar wel het type Kuit. Maar ik denk dat deze jongen op deze leeftijd verder is dan Kuit op die leeftijd. Kuit heeft het fantastisch gedaan en nooit enige discussie. Als er iemand is die het meest maximale uit zijn mogelijkheden heeft gehaald, is hij het. Europese top, grootste competitie ter wereld. Maar Guidetti is op deze leeftijd volgens mij verder dan Kuit. Ook doelgericht. Doelgericht. Veel meer techniek. In de 16 meter is die fantastisch. Kijk, en hoe verloopt een carrière? Hij heeft zelf ook al gezegd, ja, bij Manchester City hebben we geloof ik 50 concurrenten voor de twee spitsposities. Ja. Ja, er gaat vast en zeker een andere club komen. Laat hij ook een beetje de mogelijkheid open van wat gebeurt er in de komende weken nog? Nou, daar zal niet veel gebeuren. Maar de kans lijkt erg klein dat hij na dit seizoen nog in de Kuip zal spelen. En John, is dit een waardig opvolger voor jou als cultheld in de Kuip? Want daar moet ik gelijk aan denken, hè? Nou, dat is al zo lang geleden dat ik daar gespeeld heb. Nee, maar jij was ook een cult, hè? Jij was echt een cult. Maar ik heb het ook zo vaak gezegd, weet je. En dat is juist ook dat het daar een juiste kop op zit. Je wordt populair bij het publiek als je presteert. Ja. En dat staat ook voorop bij hem, hè? Je hoort de verhalen, hij is iedereen aan het opzwepen. Hij is iedereen gek aan het maken. Hij ligt goed in de groep. Maar hij presteert op het veld. En hij neemt ook iedereen mee op het veld. Wat dat er gaat... Ja, chapeau. Het is een beetje de rol die Jan-Dirk bij ons in de uitzending heeft. Absoluut. Ja. Jan-Dirk, dan daarover gesproken, het opzwepende. Sparta wint met 2-0. Jij zat in het stadion. Het was niet heel goed, maar wel knap. Sparta had zich maximaal geprepareerd. Was echt heel goed ingesteld op deze tegenstander. Met aanjager Nathan Rutjes op het middenveld, die zijn comeback maakte, dat geweldig deed in alle opzichten. Absoluut. En daarom was het een leuke middag, omdat Sparta gewoon wint. Maar was het goed? Met Bokila. Nee, goed. Maar als je van de koploper wint, is het goed. Met Bokila in een goede rol. Complimenten voor Sparta afgelopen zondag. En des te onbegrijpelijker vind ik dat Rutjes zondag tegen Dordrecht niet speelt. Hij verving de Roon, die ook aan een goed seizoen bezig is. En dus is er enige logica om de Roon weer te laten spelen. Ja, aan de andere kant, als een speler zo'n rentree maakt en vooral qua instelling en mentaliteit zo'n belangrijke aanjager is, ja, vind ik dat je moet laten staan. Een stuk ervaring. Ook nog eens? Ja, toch? Hiermee geef je mensen als leidinggevende, als trainer ook geen vertrouwen natuurlijk. Nee, maar ik wil nog wel even één ding terug naar die wedstrijd. Want die wedstrijd die Sparta speelde, was niet het Sparta zoals we dat misschien wel kennen van het leuke voetbal. Ik bedoel, het is wel een beetje rennen, vliegen, Jupiler League voetbal en niet heel erg verzorgd. Ik zit ook liever op het kasteel en dat ze tegen Vitesse, Groningen, Ajax en Feyenoord spelen. Maar de realiteit is nu eenmaal dat Sparta meedoet om de bovenste 4-5 plekken in de Jupiler League. De laatste jaren kon toch allemaal voetballen. Valkenburg kon voetballen, Stroopman kon voetballen, Viergever kon voetballen. Dat zit er toch nu veel... Nou, de Roon vind ik wel een jongen die kan voetballen. Over de Roon heb ik trouwens nieuws. Die heeft in december oriënterend met AZ gesproken. Hebben we nog niet gebracht, maar bij deze. Die heeft een gesprek gevoerd in Alkmaar. Want bij AZ, je noemt de namen van Viergever al. Ze volgen Sparta nauwlettend. Dus die opleiding die werpt wel degelijk zijn vruchten af. Wat de Roon gaat doen, weten we niet. Maar AZ volgt deze middenveld heel nadrukkelijk. Wat vind jij van het spel, John? Ik mag toch ook wel cynisch zijn? Ik snap wel wat je bedoelt. Natuurlijk, Jupiler League is ook verschrikkelijk moeilijk voetballen. Dat is ook vaak hotsen, knotsen, 1-1, fysiek, weinig tijd om te voetballen. Hè, de Eredivisie kan je rustig aan een balletje achterin aannemen, je hebt overzicht. Maar de Eerste Divisie, Jupiler, zitten ze gelijk op je lip. Ja.
Dus en, maar nogmaals, wat Jan Dirk ook zegt. Als je van de koploper, de absolute favoriet, en Zwolle gaat ook promoveren. Gaat deze keer wel promoveren. Maar ik vond Zwolle verschrikkelijk tegenvallen in die wedstrijd dat ik gezien heb. En dat wil ook met die mannen. Nee, maar dat was daarvoor al. Daarvoor al. Maar nogmaals, we kunnen praten wat we willen over Sparta. Maar als je op dit moment van de koploper wint, dan doe je het gewoon goed. Ja. Joshua John trouwens. Ja, die was niet goed genoeg voor Sparta. Maar... Ja, niet goed genoeg. Nou ja. Hij had conflicten met zijn trainer over zijn instelling. Maar die gaat nu wel naar Twente. Ik denk dat John wel eens zou kunnen gaan bewijzen daar in Enschede dat hij op dat niveau misschien makkelijker aanhaakt dan in de eerste divisie. En gaat John dan ook bewijzen dat als je een manager hebt of een trainer hebt die weet een speler te raken op een goede manier, psychologisch met een speler bezig is, dat je die speler wel aan het voetballen kan krijgen? Ja, het zit ook in de hele ambiance. Of je nu in de kleedkamer naast Danny Landsaat zit en Leroy Fer en andere goede voetballers die een paar jaar geleden kampioen werden. Precies. Of dat je... Dat was Sparta, was hij de man. Kijk, het is een compleet andere situatie, maar Robin van Persie in de Kuip en Robin van Persie in de kleedkamer van Arsenal met Thierry Henry en Dennis Bergkamp. Ander niveau, maar wel met duidelijke parallellen wat mij betreft. Mooi. Dan eventjes naar Dordrecht. Was mooi om te zien. Ja, heel indrukwekkend. Heel indrukwekkend, ja. Ik heb vaak genoeg tegen Theo gespeeld. Ik heb nog wel eens, ben hem ook daar buiten nog wel eens een paar keer tegengekomen. En Theo is leven zonder trappen en zo van jou van het veld afgekomen. Hè? Nee, maar was een beetje hetzelfde type als ik. Ja. Mouwen opstropen en erin hard kletsen. Werken, ja. Maar een fantastische vent. Ja, toen ik het las, ja, dan schrik je altijd. En ja, het is verschrikkelijk. En ja, hopelijk gaat het in de toekomst goed komen. Hij heeft gereageerd op de site ook, hè? Ja, op de website van Dordrecht heeft hij iedereen bedankt. Hij zegt, lieve mensen, het is onmogelijk om iedereen persoonlijk te bedanken. Maar hij heeft heel veel mooie steunbetuigingen gekregen. Afgelopen vrijdag, zegt hij, bezocht ik dus het duel van Dordt. Ja, geweldig. Honderden kaarten, mails, bloemen, berichten doet mij en mijn familie ontzettend veel goed. Hij bedankt iedereen op deze manier, ook via dit medium dus. Want ja, in die situatie heeft hij andere dingen aan zijn hoofd. Maar goed dat hij laat weten dat hij alle steun van mensen binnen en buiten de club ontzettend waardeert. Ja, het is een rare overstap, maar ik ga hem wel maken naar Excelsior. Want jij hebt hier al 2 jaar lang over de voorzitter gehad, Nico Janssens, die altijd onzichtbaar was, die nooit was bij belangrijke bijeenkomsten. Nee, jij chargeert dat. Ik heb gezegd, want dat doe je vaker, maar dat mag, dat is jouw recht op die plek, dat Nico Janssens als sportwethouder verantwoordelijk voor de redding van Sparta, laten we dat nog een keertje zeggen, huidige voorzitter van Excelsior. Ik vind het niet goed. Maar daar hoef je geen deskundige voor te zijn. Als je bijeenkomsten hebt met je grootste sponsoren en businessclub, dat er van de directie niemand aanwezig is en van bestuur niemand. Maar dus dat was hij onzichtbaar, toch? Ja. En in die hoedanigheid vind ik dat Janssens wel eens verzaakt. En nu is er een nieuwe voorzitter. Er is iemand per direct toegetreden tot het bestuur. Albert de Jong, een Vlaardinger met een mooi bedrijf in Schiedam, is echt een ondernemer. Won 2 jaar geleden de Rotterdamse ondernemersprijs. Ja, ondernemers kunnen vaak van niets iets maken. En die instelling is denk ik echt noodzakelijk op Woudestein om de volgende stap als club te maken. Ja, dus, maar we hebben het over voetbalclub, hè? We hebben het niet over een bedrijf. Nee, maar zie wat Munsterman in Enschede heeft gedaan. Zie wat Martin van Geel in de Kuip op dit moment doet als het om technisch beleid gaat. Enig ondernemer... Maar dat is nog geen zakenman, Martin van Geel. Nee, maar het gaat om visie. Het gaat om een duidelijk plan hebben waar je naartoe wilt. En de jong is daar zakelijk toe in staat gebleken. Nu is maar de vraag... Maar het voorbeeld Schering gaat bij AZ aan te halen dan, in dat kader? Want nee, het kan ook misgaan. Het kan goed en misgaan. Maar ik ga liever uit van het... Of van Zeumeren. Dit glas is bijna leeg. Maar of van Zeumeren bij FC Utrecht, hè? Ja, geef de man wat tijd, zou ik zeggen. Maar ik vind dit een goede zet. Goed. John, ga je nou nog bekendmaken wat je gaat doen, of niet? Nee, ik maar we kunnen wel zeggen dat je een club hebt gevonden, toch? Ik ga morgen een beslissing maken. Volgend jaar ga ik lekker weer op het veld staan, lekker aan de bak. Maar wel gewoon niet op vrijdagavond, hè? Dat je niet, nee, je kan wel gewoon bij ons zitten, toch? Dat heb ik afgedwongen. Ja. Tot ik vrijdagavond vrij ben. Ja, want je zit wel gewoon bij ons, maar je gaat wel weer trainen in het amateurvoetbal. En morgen ga je op Radio Rijnmond bekendmaken om 4:30 welke club het is geworden. Absoluut. Maar we mogen het nu nog niet zeggen. Nee. Volgens mij weet je het ook nog niet eens, hoor. Nee? Nee. Ik kan nu een heel rijtje clubs gaan noemen. Waar ze nog een trainer zijn. Welk niveau is het, John? Zaterdagclub. Hoofdklasse, eerste klasse, topklasse. Ja. Komt goed. Jan Dirk, kan jij mij dan ondertussen vertellen? Ik ga John even redden, want anders dan zit hij hier nooit meer. Kan je me vertellen hoe jij komende zondag weer een verslag gaat doen van VVV Feyenoord op Radio Rijnmond? Wij gaan dat anders doen dan we in het verleden gedaan hebben. Wij gaan met 2 mensen verslag doen. Zondag zijn Ruud van Os en ik in Venlo. Dennis van Eersel gaat ook regelmatig verslag doen. Ik ben er altijd en die 2 collega's wisselen elkaar af.
Wij gaan geen reclame uitzenden tijdens de wedstrijd. Het nieuws is heel kort, de hoofdpunten van het nieuws. Maar wij verlaten tussen de eerste en allerlaatste minuut het stadion niet. Ook als wij even geen live verslag doen. Praat presentator Frank Vijgen met een analist. Maar laten we het stadiongeluid daar wel onder staan. Dat is ook Sparta-Dordt, hè, zondag. Zondag is daar de uitzondering op. Dan doen we logischerwijs ook verslag van Sparta-Dordrecht. Maar vanaf nu, als wij verslag doen van wedstrijden van Feyenoord, doen we dat 90 minuten lang. Wel met wisselende analisten die ook tijdens de wedstrijd dingen gaan roepen. Goed, dan wens ik je heel veel succes bij zondag en heel veel plezier. Ja, dat is het allerbelangrijkste. En jou wens ik ook heel veel plezier. We zien jou graag weer terug, snel weer. En dan gaan we praten over jouw nieuwe baan als trainer in het amateurvoetbal. Maar natuurlijk ook over zijn analistschap hier bij ons in FC Rijnmond. U zie ik graag volgende week ook weer terug, want dan gaan we vooruitblikken natuurlijk op Feyenoord-Ajax. Graag tot dan. Guidetti, opeens ruimte. Daar is het schot van Guidetti en het is 1-1. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Energiewacht.